Hey hey, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Female Leader Podcast. Oh jongens, ik heb echt zo'n mooie dag vandaag. Ik heb een fantastische masterclass gegeven in de Female Leader Academy over Sales, waarin ik de vrouw ook echt heb uitgedaagd, waarin ik ze... Ja, ik heb verteld hoe je op een andere manier naar sales kan kijken. Hoe je dat in kan zetten in je business. En hoe je daarmee uh, ja, gewoon voor meer sales kan zorgen. Want uiteindelijk heb je gewoon een bedrijf. En er moet sales plaatsvinden. Je moet aan sales doen als jij je bedrijf wil laten groeien. En hoe leuk is dat? Als je, of hoe leuk is het als je dat dan um, ja, heel plezierig kan maken. Je er zelf ook heel veel plezier in hebt, en het niet zo zwaar voelt. Of als een moedje voelt. Of. Iets dergelijks, als je een hond op de achtergrond hoort, dat is de hond van mijn moeder, um, die wil vooral heel erg bij mij zijn. Die is dit weekend even bij ons, um, dus het is even niet, eventjes niet anders. Ik zal hem niet te lang houden, um, maar ik ga me niet door hem uh, laten tegenhouden nu. Um, Vandaag wil ik een hele mooie mindset. Oh nee, ik was al over mijn dag aan het stellen. Um, dus een heel mooie masterclass gegeven in de FIMA Leader Academy. En daarna had ik uh, een geweldige sales call met een hele mooie, fantastische vrouw. die ja heeft gezegd. Uh, dus ik mag weer een mooie vrouwen onboorden in de FIMA Leader Academy. Super veel zin in. Daarna had ik nog een fantastische kick-off sessie met een andere dame. die in de FIMA Leader Academy is begonnen. Um, ze hebben. Het, het is gewoon zo mooi om te zien dat iedere vrouw die daar instapt heeft zo'n mooi heeft het idee, het gevoel of weet, en ziet het al of nog niet. Dat ze zoveel meer in zich heeft en dat ze heel graag verder wil groeien en heel graag meer wil. Of heel graag nog meer haar visie wil uitdragen en daar nog meer mensen mee wil helpen. Of juist niet zo heel groot, maar meer impact wil maken op het iets minder groot. Het heel simpel wil houden, maar wel zo effectief mogelijk. Dat zijn echt de vrouwen die op mij afkomen. Um, ja, en daar sta ik helemaal voor, dat weet je. Nou, ik heb gewoon een fantastische dag. Ik vind het heerlijk. En dat gaat niet omdat ik nou sales heb gehad. Of... Nee, het gaat gewoon om de combinatie van echt plezier maken. Daar resultaat van zien. Um, ook als ik geen resultaat zie, heb ik ook plezier. Laten we dat voorop stellen. Maar um, nou ja, zo'n dag mag er ook gewoon zijn. Daar mag ik ook gewoon voor gaan staan, natuurlijk. Dat dat fantastisch is. Um, en daarmee heb ik gewoon. Uh, ik heb deze week uh, gecreëerd dat ik in, in de eerste week van oktober heb ik. De omzet van september al omgezet. Hè? Dat besef kwam vandaag. Hè? Dacht ik. Nee. Ja, het is echt zo. En dat zeg ik niet om. Oh, kijk, Stefanie is. Nee, absoluut niet. Oh, ik praat echt niet vaak over mijn omzet. Ik zeg ook. Nou, eigenlijk nooit mijn omzetdoelen echt. Of wat ik echt precies aan omzet heb. Maar ik denk. Dat is heel niet belangrijk. Het is niet normaal. Ja, ik, uh, ik weet niet. Het is gewoon fantastisch. En ik hoop dat je dit inspireert. Het is dus gewoon mogelijk. Het is echt mogelijk. En vooral dus met plezier maken. En het op je eigen manier doen. En let's go! Oké, okay, laten we dat volle potentieel van je vastpakken. En alles eruit halen wat er in je zit. Oh my god. Um, nou, dat moest er even uit. Ik dacht een hele rustige podcast op te nemen voor je vandaag. Maar hij is ietsjes meer met volle energie. Ik wil heel kort even een hele mooie shift met je delen. Um, deze podcast komt overigens op zaterdag online. Dus het is vandaag vrijdag. Ik moet daar nog even, zoals ik al deed een beetje... Omdat ik nu dagelijk podcast, dan deel ik dus iets over vandaag. En jij luistert op een andere dag. Maar goed, maakt niet uit. Um, ik wil een korte shift met je delen en ik denk dat die heel belangrijk is. Dus luister goed. Um, om zelf meer uit je sales te, te kunnen halen, te mogen halen, te kunnen ontvangen, denk ik dat dit heel belangrijk is. Um, sales hoort bij business. En hoe jij erop reageert, hoe jij kijkt naar het moment. dat een andere ondernemer. een aanbod bij jou doet. bepaalt. hoe jij er naar jou, hoe jij kijkt. hoe jij dat op de momenten zelf doet. Het bepaalt ook. hoe een ander gaat reageren. op. die momenten dat jij zelf. een aanbod aan een ander doet. in DM bijvoorbeeld. Um, ik hoor regelmatig geklaag. Gezeur over, ja, ik ontvang echt regelmatig dan weer een aanbod van iemand en die heb ik dan nog maar één keer gesproken, um, of ik heb, hem, heb haar of hem nog helemaal niet gesproken en ze stuurt meteen een heel epistol over um, mijn uh, over haar aanbod en wie denkt ze wel dat ze is en dat kan toch helemaal niet. I know. En je hebt gelijk, alleen. Um, Natuurlijk wil je eerst meer connectie maken, maar ik denk dat als je het op deze manier benadert, het zeer nadelig is voor je eigen verkoopproces. Want sales is nodig en blijkbaar ziet deze vrouw of meneer iets in je. Deze ondernemer ziet iets in jou en vindt dat jij bij zijn of haar. Uh, laten we even op haar houden. <laughs> dat is makkelijk. Uh, dat jij haar, uh, bij haar dienst past. Um, daar kan je super naar op reageren. Maar uiteindelijk probeert deze dame alleen maar haar bedrijf te voeren. Um, je kan nareageren, reageren, je kan niet reageren, maar daar benadeel je eigenlijk alleen maar jezelf mee. Ik doe sinds uh, nou best wel lange tijd. Op de volgende manier reageren. Het kan zomaar zo zijn dat je een aanbod krijgt, dat ik een aanbod krijg en um, dat ik diegene nog nooit heb gesproken. of dat ik diegene al een hele tijd niet meer heb gesproken. of nou ja, dat ik uh, diegene wel al een tijdje heb gesproken, maar dat ik denk, nou, ik, he, ik zie niet waar, waar wij een match zijn. Kan ook. Het kunnen allerlei verschillende situaties zijn. Dan kan je heel naar reageren, maar ik doe het op deze manier: ik zie dat als iets moois. Die persoon, die vrouw, ziet iets in mij. Zij ziet potentie in mij. Zij vindt dat ik als persoon pas bij haar aanbod. Dat is iets moois. Dat zie ik als een compliment. Um, dus ik neem echte tijd in een voicebericht. Om te reageren op het aanbod, of in een tekstbericht, op het aanbod dat iemand aan mij doet. En waarom? Omdat deze persoon, deze vrouw heeft de tijd genomen om mij haar aanbod te doen. Zij heeft de moed gehad om sales te voeren. Iets wat jij misschien niet doet. Zij heeft, um, zij heeft, zij heeft haar energie gestoken in iets waarvan ze hoopt um, of verwacht dat het haar iets zal opleveren. Dat is niet verkeerd. Dat is mooi. Dat hoort erbij. En ik denk echt dat we met z'n allen daar echt een shift in mogen maken. Dat we elkaar mogen supporten. Wij als vrouwen, dat we elkaar mogen supporten in het doen van sales. En dan doet iemand sales en dan wordt er nog naar op gereageerd ook. Ik denk dat dat een totaal verkeerde aanpak is. Echt. Dus door met liefde te reageren, door. Gewoon te zeggen, goh, nou bedankt voor de tijd die je hebt gestoken in dit bericht. En wat fantastisch dat je mij als match ziet voor, uh, voor jouw mooie programma. Ik heb er naar gekeken. Het zit echt fantastisch in elkaar. En ik wens je er ontzettend veel plezier mee. Maar op dit moment ga ik er niet op in. Uh, om die en die reden. Dat ligt absoluut niet aan jou. Maar dat ligt hier en hier aan. Um, wellicht op een later moment of misschien kan je nog. Uh, iets van feedback teruggeven. Maak er een liefdevol bericht van. Echt? Dit is echt iets wat wij als vrouwen veel meer mogen doen voor elkaar. En ik zou het fantastisch vinden als je deze podcast, deze korte podcast, met iemand kan delen die dit ook mag horen. Als jij denkt: oh mijn god, dit is echt waar. Waarom kraken we ons? Waarom kraken we elkaar met z'n allen zo ontzettend af als we sales doen? En er, zijn, er zullen vast momenten zijn waarop jij je sales doet en dat het het juiste moment is. Maar er zullen ook momenten zijn dat je het niet op het juiste moment doet. En dat ligt niet aan jou. Het ligt aan het moment. Het ligt aan waar de persoon staat. Daar heb je misschien je best voor gedaan om dat in te zien door te vragen, door een gesprek in DM. Maar je kan niet altijd precies zien waar iemand staat. En misschien kom je een keer iemand tegen en dat je denkt, oh mijn god, jij bent echt zo leuk in je stories. Ik heb je nog nooit gesproken, maar je bent fantastisch. En Fantastische match voor mijn programma. Oh, ik wil je echt een aanbod doen. Dan zou ik je echt zeggen: stuur het. Misschien denkt die persoon ook wel. Nou, inderdaad. Je hebt helemaal gelijk. Ik wil graag bij je programma aansluiten. Hoe naar zou het dan zijn als je een naar bericht van iemand terugkijkt? Nou, we hebben elkaar nog niet gesproken. Ik vind het zo klinkklare onzin. Echt waar. Ik vind dat we hier zo'n mooie shift in kunnen maken. En ook vanaf het moment dat ik dit doe, vanaf het moment dat ik dit ben toe gaan passen, krijg ik ook. Altijd de meest mooie berichtjes terug van vrouwen die uitgebreid vertellen waarom ze toch niet instappen. Ofwel, zodat ik er iets van kan leren. Zodat ik er iets van mee kan krijgen. Of gewoon dat ik de liefde terugvoel. Echt, deel deze podcast alsjeblieft in je stories. Laten we hier heel veel andere vrouwen mee inspireren. Dat we elkaar gaan supporten. Dat we elkaar gaan toejuichen. Stuur een leuk berichtje toe. Oh my god, wat goed dat jij je aanbod doet. Wat ontzettend dapper dat jij je aanbod aan mij doet. Maar dit en dit en dit is de reden waarom ik voor nu er niet op inga. Dat ligt niet aan jou, ligt niet aan je programma, ligt oh <laughs> ligt aan mij. Stuur. Woohoo, fantastisch. Dankjewel voor je aanbod. Echt ik ik hou ervan, maar of ja, ik ga er graag op in. dat kan natuurlijk ook. Oh god, echt lieve vrouwen. Laten we elkaar hierin supporten. Echt, laten we hier toch fanta iets fantastisch leuks van maken, van sales. En niet elkaar zo ontzettend afkraken daarop. Echt hoor. Um... <laughs> ja, dat is echt wat ik voel. Ik wilde dat echt zo graag delen met je vandaag. Um, dus nogmaals, please deel deze, story, of de, deel deze podcast in je story als je het hiermee eens bent. Laten we zoveel mogelijk vrouwen hiermee inspireren. Het is echt nodig dat we elkaar gaan supporten en niet gaan lopen afkraken. Dat we de liefde aan elkaar doorgeven. Dat we feedback aan, aan elkaar blijven geven. Dat we ervoor gaan om elkaar allemaal naar next level te helpen. Omdat ze uiteindelijk wat willen en niet. Dat de een op de ander trapt om vervolgens naar next level te komen. Dat is niet wat we willen. Wij willen elkaar supporten. Oké, okay, ik ga het hier maar laten. Ik ga zo mijn kindjes ophalen van schoonmuur. Nog even de hondjes uitlaten. Um, please, deel. Deel deze podcast echt. Um, je zou me er, er echt een groot plezier mee doen. Ik ga stoppen. Fijne dag. Doei doei.